Kom op. Alsjeblieft. Oh, lang geleden dat ik die heb mogen openen. Het is een barcode. Volgens mij is het 86 plus. Ja, volgens mij weet ik dat wel zeker. Alright, eens kijken, waar gaan we mee beginnen? Division Rivals claimen. 80.000 coins, mega ultimate of dubbele. Ja, we gaan dus voor tradable. We gaan gewoon beginnen, mega pack, ultimate pack. Volgens mij moet ik wel eerst die player picks gaan openen. Dom gemaakt, maar Weekend League. Ik weet niet even precies hoeveel ik ben geëindigd. Net buiten de top 50, dat scheelde ook weer een player pick, dat is wel jammer. Maar ik denk dat ik niks te klagen heb inderdaad vandaag. Maar ik word er wel een beetje nerveus van, hè. Ze moeten me nu ergens iets gaan gunnen. Die bank, ja die is inderdaad niet verkeerd. Maar het is helaas leenspeler mensen, dus ja kijk. 4 player picks, als ik nou 3 plekjes beter was geëindigd, dus een paar skill points meer had ik eentje extra gehaald, maar goed, laten we positief blijven. Nee, ik heb niks te klagen, nee, absoluut niet. Ik heb er ook hard voor moeten werken dit week, hè. Alright, de eerste, ja, waar hoop ik op? Het liefste Mertens, denk ik. Werner was ook niet verkeerd, maar ik zag dat hij iemand 3-star skill moves had, dus ik hoop eigenlijk op Mertens of Sterling. We gaan er niet langer spannend om doen, we gaan ze gewoon openen. We beginnen achter, op de eerste. Ja, dit is inderdaad nog niet zo heel best. Richarlison denk ik dat ik ga pakken inderdaad. 5 star, 4 star is op zich niet eens zo verkeerd. Dus ik denk dat ik inderdaad Richarlison ga pakken. Ja, ik denk dat hij wel een super sub is. Ja, we moeten wel beter dan dit gaan krijgen, maar goed begin. Er is geen Sterling. Huh? Oh, dat was die prediction. Ik ben helemaal door de war. Ja, dan zal ik die niet gaan pakken in ieder geval. Alright, tweede. Ai, daar is ik wel bang voor. Dit is echt gewoon de grootste troep die je maar kunt krijgen. Ah, ja, wat moet ik hier nou echt nog iemand op gaan selecteren? Of kijk, voor SPC is eventueel Spaanse league, denk ik. Ja, dit is niet best. Mag inderdaad wel eens wat beter voor het werk dat ik heb geleverd dit weekend. Kom op. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, João Mario, Romagnoli. Dit is echt niet wat ik wil hebben, man. João Mario, Jezus Christus. Hier word ik niet vrolijk van. Maar ja, we hebben nog hoop. We hebben nog een player pick over. Even op het goede moment wachten. Even een goed gevoel. Wie moet ik hebben eigenlijk überhaupt? Mertens, die moet ik hebben. Kom op, geef me Mertens. Oh, dit is echt triest, man. Dit krijgt gewoon dezelfde kaarten de hele tijd, man. What the fuck, ouwe. Dit is echt de grootste troep ooit, man. Hier hoef ik echt geen top 100 te halen voor dit soort spelers. Jezus, ik zie mensen het zilver ego, Mertens en Werner en noem maar op pakken. Krijg ik dit. Ai. Het zijn niet eens echt chille spelers. Ik denk dat Richarlison misschien nog het meeste gebruikt gaat worden. Wat heb ik? 300k packs, een mega pack en een ultimate pack. Dat is eigenlijk wel heel ziek hoor. En een ultimate team of the week pack nog. Bijna vergeten. Yes, 29-1 had ik gehaald inderdaad. Top 53, 54, ik weet even niet zeker. Goed, laat zeggen dat die player picks me ook wel niet zo heel veel interesseren eigenlijk. Mertens was leuk geweest, maar ja. Ik ga beginnen met mega pack, goedkoopste. Daar verwacht ik eigenlijk helemaal niks van, dus we gaan het zien. Geen EA letters, geen walkouts, zoals we inmiddels weten. Wel een border. Nederlands, dat is meestal geen goed teken eigenlijk. Ik heb een Strootman, daar zit ook niet echt op te wachten. Jezus Christus. Jagerkaartje, die is wel nog lekker. Ja, dan gaan we toch maar voor die 100k packjes natuurlijk. Die ultimate, daar heb ik wel hoge verwachtingen uit om eerlijk te zijn. Want je kunt gewoon kiezen uit 80k munten of dit. Ja, en die mega, ja. Dat is eigenlijk voor spek en bonen. Dus hier moet je eigenlijk gewoon 80k uit kunnen halen. Alright, 300k packjes. Kom op. Alsjeblieft, jij. Gun me 1 keer wat. Weer geen idee, het is tot nu toe de slechtste top 100 packs ooit. Border Portugal kwam, ja, het doet er niks. Gaan we lekker snel doorduwen. Dit is niet normaal. Kovacic, helemaal niks uit. Kom op, 1 keer gewoon 1 goede speler, meer hoeft het niet. Dat kan het gewoon helemaal goed maken. Kom op, weer geen IE-letters, what the fuck. Niet eens in een vorm. Maar CB, Uruguay, Arsenal, zo praktisch. Helaas, ja, nog een 100k pack. Ja, het gaat snel zo op deze manier. Kom op, ze moeten echt 1 goede gaan geven gewoon. Eentje maar hoef ik maar. Uit de 100k packs geen walkout. Triest, heel triest. Wel een goed vorm volgens mij, ja. Brazil, F-Tank, Striker, Richarlison erbij. Verhandelbare Richarlison. En er kan nog van alles achter zitten als ik me niet vergis. Niet dat dat het geval zal zijn, maar... Hey, 2 informs. Richarlison is... 38k, ja, is in principe gewoon een prima 100k pack, maar het is nog altijd niet wat ik hoop. Dus die ultimate pack die moet het gaan goed maken en anders die ultimate team van de week. Dit zijn de leuk. Kom op man, even serieus, gewoon 1 keer fatsoenlijke packs zijn. Ja, sowieso eerst je ultimate pack. Het is gewoon de dikste pack die je maar kan krijgen van gewone packs. Die kun je niet eens kopen, die kun je alleen maar op divisie 1, rang 1 krijgen. Dus hij is speciaal, maar hoe speciaal gaat hij zijn? Oei, 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 oei. Ja, ga even weg, man. Niet eens een walkout. Oh my god. Ja, in vorm in Nederland. Wie staat nou weer? Oh, Deli Blend. Oh, dit doet pijn. Heel veel pijn. Ik had gewoon beter zilver 3 kunnen halen, denk ik. Oh, koken. Gewoon alleen maar puinen op spelers. Waarom al die Ajax-spelers? Wat moet ik daarmee? Het is gewoon, ja, mensen zeggen wel vaker dat ik negatief ben op mijn video's over EA. Ja, nu zie je waarom. Ja, nou Ultimate Team of the Week. 11 in vorm, zei. Het wordt alleen maar gekker, maar de packluck die wordt ook steeds gekker. En waar hoop ik op? Ik denk Mertens of Werner. Wie heb je nog? Even gauw denken. Boah, 175k nog of wat. Duurder zelfs. Tak. Mertens. Wow, Mertens. Bijna 400k gewoon. Dus waar hopen we op? Het liefst Martins, anders Werner. Ah, ik wacht even op die sirene. 2 hours later. Kom op, alsjeblieft. Oh, lang geleden dat ik die heb mogen openen. Het is een walkout, volgens mij is het 86 plus. Ja, het is maar weer dat was ik. Daar is striker. Huh? Oh, wat? Het is niet eens 86 plus. Glitch. Ik ben gewoon vies genakt. Ik heb hier gewoon helemaal geen woorden voor, ik ben gewoon compleet genakt. Ah, ja, Richarlison, wat zei ik? Oh man, het is gewoon heel diep triest. Mensen mogen me allemaal even gaan uitlachen. Ik denk dat ik misschien wel de slechtste top 100 packs ooit van iedereen op de wereld heb gekregen nu. Ik had volgens mij de vorige keer met Elite 3 nog veel meer overgehouden eraan, dus het doet wat pijn. Maar ja, van de ene kant wel tevreden met mijn prestaties. Er gaan nog meer top 100'tjes komen. Uiteindelijk gaat hij een keer wat geven. Dat is sowieso één ding dat zeker is, maar... helaas, dit was wel echt balen.